Nou heren, we zitten hier heerlijk in het voorjaarszonnetje. En ik heb begrepen dat jullie actief zijn met bijen. Rien, jij geeft een cursus bijenhouden, denk ik, of niet? Ik geef een cursus bijenhouden voor beginners. Ja. Bij Imkers Nederland. Mm-hmm. En dat is op deze locatie, Hoeve Braamhorst. Ja, prachtig hier. Ja, ja. Een leuke locatie. En hoe leer jij mensen in de cursus bijhouden? Hoe vaak moeten ze komen bijvoorbeeld als ze naar een cursus bijhouden gaan? Ik geef ongeveer 2 à 3 theorielessen. Ja. En ik geef heel veel praktijklessen. 14, 15, 16. Ik las er ooit nog, dat ligt eraan wat voor leerlingen dat ik heb. Mm-hmm. Dan las ik nog lessen in. Verkunnigzinnig week, dat heb ik de Jerry afgelopen jaar, heb ik ook gedaan. Ja, dus ze komen naar jou, ze krijgen theorielessen, ze krijgen praktijklessen. Ja. En daarna kunnen ze aan de slag als imker. Ja. En dan kun je zelf je eigen bijenvolk kun je gaan houden eigenlijk. Ja. Waarom is het zo belangrijk, want Jerry, jij geloof ik assisteert Rien erbij, hè? Jazeker. Waarom is het zo belangrijk dat er bijen worden gehouden? Nou, alleen al voor de voedselproductie is het van groot belang. Zonder de bijen geen bloemetjes, geen vruchten en een groot voedseltekort. Ja. Ja. Kijk, daar komt het blaasje. Zie het? En dan doe je dat niet zo uitknijpen, maar met een nagel eruit. Ik heb begrepen, Harry, dat jij daar meer van weet, dat honing, die de bij natuurlijk maakt, dat heel belangrijk is. Kun je uitleggen wat er zo belangrijk is aan honing? Ja, de bijenkast is eigenlijk het medicijnkastje thuis. Mm-hmm. Van de bijenkast zitten heel veel producten wat de bij maakt. En zelf de bij, wat je kunt gebruiken als genezing, helpen bij natuurlijke geneeswijze. En als je dan bijvoorbeeld, ik heb wel eens gehoord propolis, wat is propolis? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Propolis. Ja? Wat is dat, hoe zit dat dan in die bijenkast? Propolis maakt de bijen zelf, van harsen van de bomen. Okay. Dat doen ze voor tegen vocht in de kast en voor toch plekken dicht te maken. Okay. En waar kunnen wij er als mens voor gebruiken, die propolis? Waar is dat voor ons handig voor? Tabletten in de vorm van tabletten. Die heb je daar liggen. We hebben hier een voorbeeld voor keeltabletten. Oké. Zoiets kun je kopen in natuurwinkels. Mm-hmm. Die maken die. En heb je ook nog druppeltjes? Je hebt ook druppeltjes. Dat is ook een. Je kan ook druppeltjes innemen, maar dan weet je niet de constante waarde van de druppeltjes. Dat kan nogal verschillen. Oké. Ja. Maar stel, ik heb bepaalde klachten, dan zou ik druppeltjes kunnen gaan nemen. Wat voor klachten moet ik dan aan denken? Aan keelklachten. Propolis wordt ook gebruikt in zalfjes. En die gebruiken ze weer bij je was bij. Mm-hmm. Dan doen we een zalfje of een crème maken. Voor mensen bijvoorbeeld met acne. Ja. Huiduitslag. Ontstoken kliertjes. Dat werkt heel goed. Dat doet het onderdrukken. Maar het gaat niet weg. Oké. Okay. Nee, maar het verzacht wel de klachten Honing is een verzachtende werking, ja. Wat mooi. Er zitten antibacteriën, virusremmend, schimmelremmend. Het is eigenlijk een wereldproduct. Ja, geweldig. Dus als je een gezondheidsvoordelen wil van de honing, je wil een kwalitatief goede honing, dan is het echt belangrijk om van de imker te nemen. Ja. En ik heb ook begrepen dat je dan honing het beste kunt kopen als je bijvoorbeeld hooikoortsklachten hebt in het voorjaar en dan ook nog bij de imker bij jou uit de buurt. Ja. Klopt dat? Ja. En waarom is dat? Omdat er dan van die stuifmeelkorreltjes in zitten, mm-hmm. in de honing, van de bloemen die in de buurt bloeien. En dan heb ik die voorjaarshoning erin. En dan, hoe moet ik dat dan gebruiken als ik last heb van hooikoortsklachten? Er zijn heel veel mensen die nu kijken, die hebben daar last van. Ja, ik adviseer 's morgens op nuchter maag 1 suikerlepeltje puur innemen. Oké, goede tip. Ja, en? Eventueel op brood of zo, maar puur innemen is goed. Is het beste eigenlijk. Ja. Maak de honing ook niet te warm. Oké, dus... Als je versuikert, doe ze hem opwarmen. 38 tot 40 graden. Okay. Doe niet in de magnetron.
Want dan gaat hij kapot. Dan gaan alle spoorelementen gaan dood. Ja. Jerry, jij bent basisimker nu, hè? Ja. Je gaat ook nog verder door leren, begrijp ik. Mm-hmm. Ja. En wat is jouw ambitie? Wil jij, heb je een groot bijenvolk? Of hoe, Ik verzorg de bijen hier bij de Braamhorst. En ik ondersteun Rien en alle activiteiten, zullen we maar zeggen. Lesgeven en het verzorgen van de bijtjes. Ja. En de bedoeling is om zo verder door te groeien, meer kennis te vergaren en uiteindelijk ook de lerarenopleiding te gaan doen. Zodat ik in de toekomst kan opvolgen. Het stokje kan geven. Ja, precies. We moeten dus veel imkers erbij. Dus mensen die nu kijken, die denken interessant, die kunnen contact opnemen. En vooral ook goed honing blijven eten van de imker uit de buurt. Ja. En ook af en toe natuurwinkel inlopen voor de interessante producten die van bijenwas en honing en propolis worden gemaakt. Ja. 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 Top. We gaan ook nog even kijken, geloof ik, bij de cursisten. Ja. 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 Zullen we dat gaan doen? Ja. Als een bij bij jou in gezicht komt of zo, hè, moet je nooit dit doen. Je kunt beter dit doen. Een bij ziet dit niet, maar dit ziet hij wel.